Joegenan. We zitten hier op een maandagmiddag op een vrij bijzondere en zonnige plek. Waar zitten we, Joegenan? Nou, dat is een geweldige locatie als je om je heen kijkt. Want hier wordt echt gewerkt. En dit is het fundament van het nieuwe gebouw van de hoogintensieve zorg. Die eind 2023, dus over anderhalf jaar, gaat staan hier. En daarin komen een aantal belangrijke klinische voorzieningen bij elkaar. Waardoor we echt op deze geweldige plek, hier op Groot Graffel van GGNet, iets heel moois kunnen realiseren voor onze patiënten. Super. Benieuwd naar het resultaat, maar dat is dus eind 23. We gaan vandaag, we zitten hier bij elkaar om terug te blikken op 2021. Een heel bijzonder jaar, volgens mij, Rob. Wat is het eerste woord wat in jou opkomt als je aan 2021 denkt? Nou, dan is dat toch trots op wat we hebben gerealiseerd. Hè? Die nieuwbouw van de kliniek is gestart. Heel veel andere dingen zijn doorgelopen. Dus trots, maar ook dankbaarheid voor alle mensen die dat mogelijk hebben gemaakt. Weet je? In een moeilijk jaar, coronajaar, de zorg is doorgegaan. We hebben geïnvesteerd in nog verder terugdringen van drang en dwang, herstel, netwerkzorg. We hebben het zorgprestatiemodel geïmplementeerd. En het jaar ook gewoon financieel goed afgesloten. Dus heel dankbaar aan iedereen in GGNet die dat mogelijk heeft gemaakt. Je zegt het jaar financieel goed afgesloten. Kun je dat nog iets verder uitleggen? Kun je ons daarin meenemen? Ja, we hebben het beter gedaan dan begroot. In de begroting gingen we ervan uit dat we onderliggend gewoon vanuit alles wat we doen een positief resultaat zouden hebben. Nou, door het effect van het zorgprestatiemodel is dat zelfs beter geworden dan we hadden voorzien. Dus we hebben het dik beter dan 3 miljoen gedaan in 2021. We zagen wel de laatste maanden van het jaar het corona-effect weer opdoemen. Ja. En nou, dat is wel iets wat we voor 2022 ook scherp in de gaten moeten houden en moeten oplossen. Ja. Joegenan, het eerste woord wat bij jou nou te binnen schiet als je aan afgelopen jaar denkt? Aanpassing. Ik vind het echt geweldig dat het coronajaar, als je terugkijkt, hoe vaak we ons hebben moeten aanpassen aan omstandigheden. Vaccineren, wel en niet dicht doen van de klinieken. Voortdurend weer een nieuwe situatie, hoe je in het team met elkaar omgaat. Ja, dat was voor mij wel 2021. En eigenlijk voortdurend die zorgcontinuïteit en de veiligheid, die twee aspecten, voortdurend in het oog houden. Dus het was voortdurend aanpassen. En soms was je ook wel moedeloos van het aanpassen, moet ik wel zeggen. Dan had je ook wel het gevoel van, gaan we weer? Zeker het eind van 2021. Maar ik vind hoe veerkrachtig eigenlijk de organisatie is om voortdurend weer naar nieuwe wegen te zoeken. Dat is 2021 voor mij. Ja, en als je nou naar een ontwikkeling kijkt als meerjarige beleidsstrategie staat medezeggenschap hoog in het vaandel. Heeft dat in 2021 nog echt vorm gekregen wat jou betreft? Nou ja, ik vind waar ik heel erg trots op ben is dat we echt 6 discipline gebonden staven hebben. Ja, aan de naam moeten we nog iets doen, hè? Ja, want dat is moeilijk. Maar inderdaad, die staven. Ja. En dat we echt in oktober daar een goede start mee hebben gemaakt. En dat we nu al zien dat de jaarplannen voor 2022 allemaal klaar zijn van de staven. Ja, ik vind dat echt een enorme prestatie. Ja. Rob, wat heb jij geleerd van het afgelopen jaar? Waarvan zeg je, nou, dat nemen we ook echt mee nu in 2022? Hè? Je noemde het net al een beetje, maar wat is voor jou echt iets waarvan je zegt, dat is een les? Nou, die Joegenan noemt het terecht, denk ik, die aanpassing en de veerkracht. Dat is wel echt iets wat GGNet tekent. Wat we wisten, maar ja, daar werd nu wel heel erg een beroep op gedaan. Misschien wel wat veel. Ik denk dat corona en alles wat we hebben gedaan ook wel iets heeft gedaan met de vitaliteit van mensen. Ja. Hebben we in 2021 het nodige aan geprobeerd te doen om mensen er echt bij te houden en het contact met elkaar te houden. Dat is ook wel iets waarvoor we het jaar 2022 aan moeten werken. Ja. En Joegenan, is er nog iets waarvan jij zegt, ja, dat vind ik echt een les en daar doen we wat mee dus in het komende jaar? Ik denk de zorg voor elkaar. Ik denk dat corona jaar heel duidelijk heeft laten zien dat de zorg voor elkaar
wat het heel belangrijk is om, ja, voor de vitaliteit. En wat we ook hebben besproken, het niet weten, om dat uit te spreken. En met elkaar te zoeken naar oplossingen. En dat hebben we in de komende jaren echt nodig. De GGZ gaat echt veranderen. Wij proberen echt voor deze regio grote speler te zijn. En dat hebben we echt nodig. Zeg je daarmee dus eigenlijk dat je het niet weten, dat dat dus bespreekbaar is? Het met elkaar eigenlijk zeggen, we weten het ook niet precies. Maar juist door het er met elkaar over te hebben, kom je verder? Ja, als je kijkt naar corona, wisten we het niet. Maar je hebt verschillende invalshoeken nodig om op een goede manier oplossingen te formuleren, te vinden met elkaar. Mm-hmm. Daartoe zijn we in staat binnen GGZ. En ik denk, de grote opgave die we hebben de komende jaren, dat we daar echt gebruik van kunnen maken. Dus voor mij is dat echt een les, dat we daar, ja, de kracht eigenlijk van GGZ in zit. Ja. Samenwerken, samen zoeken naar oplossingen vanuit verschillen. En die openheid dus. Dus dat je met elkaar die dialoog kunt voeren. Ja, om een keer te zeggen dat je het even niet weet. Maar dat je wel de ander nodig hebt om wel weer een stap verder te komen. Ja, mooi. Jullie zijn al door de teksten van het jaarverslag heen gegaan. Is er iets, Rob, wat jij opvallend vindt, waarvan je zegt, nou, als je hem dan allemaal gaat lezen, let dan daarop. Nou, wat ik opvallend vind is dat we op alle thema's van het meerjarenbeleidsplan echt grote stappen hebben gezet. Maar ik zou vooral letten op alles wat we aan herstel hebben gedaan. En het herstelcentrum zegt daar, denk ik, een aantal goede dingen over. Ja. Bij ambulant, de hele beweging van het huis van ambulant. Van hoe gaan we onze ambulante zorg nou zo inrichten dat we die beweging naar de wijk kunnen maken. En daar zie je ook van dat Kees Goudswaard een paar goede dingen over zegt. En alles rond netwerkzorg, de proeftuin Lochem, de start van het ecosysteem mentale gezondheid in Doetinchem. Ja, dat zijn echt ontwikkelingen die GGZ weer toekomstbestendig maken. Ja, mooi. Jochenan, wat springt eruit? Ja, voor mij springt de samenhang eruit. Als ik al die stukken lees, hoeveel mensen eigenlijk betrokken zijn bij die ontwikkeling van GGZ. En dat je ziet dat er een samenhang is waar we naartoe willen voor deze regio. Naar de positieve gezondheid, met allerlei manieren om daarin nieuwe initiatieven voor elkaar te krijgen. De samenhang is waardoor het jaarverslag erg mooi is. Dus ik zou iedereen aanraden om dat te gaan lezen. Top. Nou, klinkt als een trots, twee trotse bestuurders hier op de bank, of niet? Trots en dankbaar. Trots en dankbaar. Ja, dat is een mooie afsluiting. Ja. Bedankt voor dit gesprek. Ja.